En trouwens echt de beste tip ever. Proost! Kijk eens waar we lopen. Dit is echt zo vet om het echt te zien. Hey, wat leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Dit wordt deel 2 van de New York vlogs. Wil je nou deel 1 alvast even zien? Zal ik die even in beeld zetten. We hebben vandaag een heel leuk programma staan. We gaan allereerst naar 9-11 Memorial. Ik ben heel erg benieuwd. Ik weet niet, ik vind het echt al... Ik heb altijd wel... heel interessant gevonden. Het lijkt me best wel raar om op die plek te komen. Ook best wel, ik weet niet, een beetje engig. Maar ik ben daar in ieder geval heel erg benieuwd naar. We hebben vanavond een hele leuke boottocht gepland staan. Ik hoop in ieder geval dat jullie zin hebben om mee te kijken. Doe ook even een duimpje omhoog. En vergeet ook zeker niet om even te abonneren op mijn kanaal. Ik ben klaargemaakt. Ik ben echt veruit de laatste. Mijn moeder en zusje staan al een tijdje te wachten. Dus we gaan er snel vandoor. Nou jongens, het is gelukt. We zitten voor de eerste keer in de metro en we hebben meteen de goede gevonden. Dus dat is heel erg fijn. Je kan gewoon met je creditcard zeg maar betalen. Het werkt heel erg handig. Behalve Senna's creditcard, die doet het niet. Die doet het gewoon op de een of andere manier niet, maar het zal wel. Wij zijn eindelijk uit de metro. Dit was voor ons de eerste keer. Voor de rest hebben we alles lopend en met een Uber gedaan. De Uber-app werkt trouwens ook heel chill, zeker een aanrader. Maar dit is ook wel leuk om te zien. En we hebben geen ratten gezien. Hè Sen? Daar waren we best wel een beetje bang voor, maar op zich. Het was echt wel leuk om even te zien. En nu zijn we dus bijna bij 9-11 Memorial. En het is echt top weer. Kijk het even. Dit stukje doe ik even met een voice-over. Je kan je wel voorstellen, het is best wel stil in het museum. Het is eigenlijk meer gewoon een gedenkplek. Dus ik vond het niet zo heel netjes om hier helemaal te gaan praten. Je gaat dus naar beneden met de roltrap. En dan kom je eigenlijk aan de onderkant uit bij de fundering waar eerst de Twin Towers stonden. Je ziet allemaal foto's van mensen die erbij aanwezig waren. Je ziet mensen die vermist zijn, plaatjes. Het is echt heel erg heftig om te zien. Mijn moeder en vader zijn er toevallig geweest toen het net een jaar geleden was. En die hebben toen ook helemaal gezien dat de gaten echt nog open waren. En mijn moeder kent ook iemand die er dus bij aanwezig was. Die ging naar de werk met de metro en die stapte uit. Die is toen naar binnen gegaan, heeft allemaal mensen geholpen en daarna is ze naar buiten gehaald door een brandweer. Om te zorgen dat zij het in ieder geval overleefde. Hier zie je dus ook bijvoorbeeld zo'n brandweerauto. Het is gewoon heel heftig om dit te zien, maar zeker wel een aanradertje. Het is, ik vind het gewoon wel dat ze er een mooie plek van hebben gemaakt. Ook deze monumenten vind ik echt wel mooi geworden. En toen was het weer tijd om verder te gaan. Kijk hoe leuk het hier is. Het was net dus heel indrukwekkend en nu gaan we even op zoek naar een ontbijtje, want het is dus al 12:30 en we hebben echt honger. Kom, wat willen jullie? Ik neem een burger naar de kleine man. Wil je lekker? Ja. Wij zijn nu even bij de TK Maxx en hier hebben we dus gewoon MAC lipsticks voor $7. Kijk, echt niet duur. Ik ga even wat jassen passen. Ik heb dus 3 jassen, allemaal van Calvin Klein en zijn hier ook helemaal niet duur. Echt tussen de $60, $70 of zo. Slaat echt nergens op. Dus ik hoop dat er eentje gaat passen. Ik heb de eerste jas aan van de 3. Ik vind deze heel erg mooi. Hij sluit ook achter mooi aan. Ja, ik vind het echt gaaf. Ook gewoon dat witte. Ik hou er wel van. Zeker heel in de herfst en in de winter. Ik moet wel zeggen, ik weet niet of er echt een hele dikke trui onder past. Maar ik vind deze al meteen heel erg mooi. Dus ik ga ook nog even de andere 2 passen. Deze vind ik ook heel erg gaaf. Hij is wel echt een stuk groter. En ik heb best wel veel jassen al een beetje met zo'n teddystof zoals deze. Dus ik denk niet dat deze hem gaat worden. Deze is wel echt ziek warm. Dus dat is op zich wel fijn voor de winter. Maar... nee, ik denk dat dit too much is. En deze is echt best wel groot. Deze gaat hem sowieso niet worden, want hij, ik weet niet, ook gewoon de mouwen en zo. Hier kan ik echt gewoon in zwemmen. Ik denk dat het de eerste gaat worden. Ik ben benieuwd welke jullie het leukst vinden, maar ik denk dat ik de eerste wel kan meenemen. Ik heb net... oh jongens... helaas was het echt veel te winderig op de brug om te praten tegen jullie. Maar we zijn hier dus op de Brooklyn Bridge en ik had een pet gekocht voor Joep hier. Oeh jongens, kijk eens waar we lopen. Het is echt zo vet om het echt te zien. En het is dus heel erg mooi weer. Daarachter zie je het vrijheidsbeeld. En we gaan dus vanavond op deze rivier een cruise doen. Dus ik ben echt benieuwd. Het ziet er echt heel vet uit. ik hoop echt dat jullie mij kunnen verstaan. Maar ik kreeg dus een tip van een van jullie op Instagram. Dat je dus vanaf de andere kant, wat wij nu ook hebben gedaan, de Brooklyn Bridge moet oplopen. Zodat je zeg maar heel die skyline van New York kan zien. Je ziet daar ook Empire State. Je ziet gewoon echt alle vette gebouwen. Dus ik zou dat zeker weten ook doen als je hier een keertje naartoe gaat. Wij zijn van de Brooklyn Bridge af. En we gaan nu even terug naar het hotel. We moeten even tasjes wegbrengen. En even omkleden misschien nog voor de boottocht. Want het begint wel wat kouder te worden. Dus ik zit te twijfelen of ik misschien toch even iets anders aan ga doen. Of iets leukers. Maar we moeten eerst even weer een metro zien te vinden. Maar als het goed is, weet zij naar de weg. Die is echt heel schattig. Oké, ik denk dat je hem... Oh, je kan hem net niet goed zien, die hond. Senna heeft weer een Uber geregeld. Hij doet er nog 0 minuten over. Dus als het goed is, gaan we hem zo zien. Ik ben benieuwd. Oh, Sen, kijk hoe schattig dit restaurantje is. Oh ja. Dat is leuk. Cute. Met die pompoenen. Ja, ze zijn hier wel van Halloween. Dit is echt cute. Wat ik dus wel echt heel erg leuk vind aan die Ubers, hè, en dat je gewoon alles, je ziet ook echt de stand. Ja, zeker. Wij gebruiken het als een soort tour, dit. Maar gaan we ook langs het water rijden, dacht ik. Echt? Maar nou lijkt het van niet. Net leek het Senna is wel een beetje bang voor de boot vanavond. Toch? Ja. Yep. En trouwens echt de beste tip ever voor wifi. Als je dus geen internet hier hebt, wat wij allemaal niet hebben, want volgens mij is zo'n abonnement heel duur, toch? Ja, volgens mij wel. Volgens mij echt iets van, ik weet niet, €40 of zo. En dan heb je niet eens zo heel veel. Maar dan kan je dus steeds bij de Starbucks wifi halen. Letterlijk overal zit een Starbucks. Dus dan moet je gewoon even daarvoor gaan staan of aan de andere kant van de weg. En dan kan je gewoon op de gratis wifi van Starbucks. Die werkt echt het beste. Bij heel veel andere dingen hebben ze ook wel gratis wifi. Maar die werken een stuk minder. Dus loop naar de Starbucks. Ze komen er echt zo niet doorheen hier. Wij zijn, oh helemaal donker, weer in het hotel. En we gaan even naar boven, tasjes wegzetten, telefoons opladen. Zitten. En dan straks de boot op. Sen, hij neemt niet op. Oh nee. Oh nee. Hallo. Ja, even zwaaien naar de vlog. 28, 29. Kijk. Oh wacht. Goed. Goed. Goedemiddag, wij zijn weer terug in het hotel. Ik wil even laten zien wat ik allemaal gekocht heb. We hebben dus net trouwens Uber genomen, weer super chill, dus we waren daar best wel snel. Ik heb dus deze jas van Calvin Klein gekocht. Ik ben er helemaal blij mee. Ik vind hem echt heel erg mooi. Ik hoop trouwens dat hij mee kan in mijn koffer terug, maar volgens mij wel, want andere mensen hier hebben nog wel plek, dus dat is fijn. En ik heb dus een pet voor Joep gekocht op de Brooklyn Bridge. Ik vind het dus echt heel vet. Ik dacht, hoe vet is het nou om daar gewoon een pet voor hem te kopen? Ik vind het echt leuk. En ik heb nog maskertjes gekocht. Even kijken van die gezichtsmaskertjes. Het is lastig om te laten zien in het licht, maar van die sheet masks dus. Ik denk dat ik het allemaal mee ga krijgen. Ik ga even kijken wat ik aan ga doen naar de boot toe. Ik heb echt geen idee hoe koud het gaat zijn. Want we dachten dat het vandaag iets kouder zou worden. Uiteindelijk was het best wel warm. Maar vanavond staat dat het wel wat koeler gaat worden. Dus ik ga gewoon even kijken wat ik aan ga doen. We gaan nog even wat eten. En dan richting de boot. Het is dus als het goed is met heel de skyline. Allemaal lampjes. Ik ben echt helemaal hier excited over. En ik moet trouwens even zorgen dat dus mijn mobiel vol is. Dus let's go. Wij zijn even bij het hotel wat eten. En we hebben allemaal lekkere dingetjes besteld. We hebben loaded fries. We hebben chicken tenders en truffelfries. Ik ben echt benieuwd. En allemaal een drankje. Smakelijk jongens. Smakelijk. Oh, dit is zo mooi jongens. Ik hoop echt dat we een mooie zonsondergang hebben op die boot. Echt gewoon echt vet zijn. Ja, daar ben ik ook bang voor schatje. So pretty! Oh, dat is ook iets heel bekends, jongens. Ja, dat ziet er vet uit, dat zei ik net. Ja. Pretty, pretty! De boottocht was echt heel erg gaaf. Het komt hier totaal niet over hoe mooi alle lampjes waren. Ik heb wel wat meer ook nog op Instagram gezet. En we kwamen dus ook heel dicht langs het vrijheidsbeeld. Goedemorgen, het is vandaag vrijdag. Wij zijn weer bepakt en bezakt. Nou, het valt eigenlijk wel mee, want ik heb eigenlijk alleen maar dit tasje bij. Wij zijn weer klaar om te gaan. We gaan vandaag naar het museum, naar het historische museum. Volgens mij is het heel groot trouwens. Als ik een beetje buitenaan klink, ik weet niet, maar ik ben echt best wel verkouden en ook schor. Ik denk dat het een beetje door de airco komt hier op de kamer. Altijd als er airco is ergens, dan heb ik gewoon meteen keelpijn en een niet zo'n mooie stem meer. Maar ja, wij zijn klaar om te gaan. Ik heb dit jasje aan. Ik heb een trui aan. Het is vandaag iets van 14 graden. Dus niet heel erg warm. Ik ben benieuwd. We gaan snel. We gaan naar de metro. We moeten volgens mij maar iets van 12 minuutjes. Echt super fijn. We zitten overal zo dichtbij. Dus let's go. En we gaan ook even echt een ontbijtje zoeken. Want gisteren hebben we dus echt pas heel laat ontbeten bij de Starbucks. En ik heb echt wel honger. Want het is in Nederland ook gewoon alweer een stukje later. Wij zijn weer de metro uit. We gaan nu even kijken of we wat kunnen eten. We hebben een soort bagelplek gevonden. Dus ik hoop dat die er ook echt daadwerkelijk zit. Maar Google Maps zegt van wel. We moeten er ongeveer 50 minuutjes wachten. En dan mogen we het museum in. Dus ik ben echt benieuwd. En het is hier ook veel rustiger of zo. En veel mooier qua... breder als opzet? Natuur of zo, ja. Maar dat komt ook omdat we nu echt bijna bij Central Park zijn. Oh ja, en trouwens, we hebben dus alle attracties geboekt met zo'n citypass. Ik weet niet of ik dat al uitgelegd had. Ik denk het eigenlijk niet. Maar in ieder geval, je koopt dus een pas voor €135 per persoon. En dan kan je zeg maar de 5 grootste attracties boeken. En dus ook al reserveren van tevoren. Wij vinden het echt heel erg handig. Ik heb het al wel een keertje eerder verteld in een andere vlog. Maar nu hebben we natuurlijk ook echt ondervonden hoe het is als je er aankomt. Maar je kan overal echt snel naar binnen, vind ik. Ja. Ik vind het echt heel chill. We hebben een plekje gevonden. Het ziet er op zich wel lekker uit. Ze hebben echt wel van alles. Dus we gaan kijken of ze een plekje hebben. Ja, ik probeer het gewoon. Ik probeer een ijsje cappuccino. Ja, dat ook goed. Maar dan latte. Wij hebben ons ontbijtje. Mama heeft yoghurt. Ziet er heel lekker uit. En een iced latte of zo. Sen en ik hebben allemaal dingetjes om te delen. We hebben een carrot walnut muffin. Een croissant. Iets met appel erin. Iets met... ik weet niet wat dit is. Gewoon brood volgens mij. En chudrans. En Senna heeft een ijsthee. Oh, die wil ik ook nog even proeven. Ja, maar het is gewoon koude thee. Oh ja, het is gewoon letterlijk koude thee. Wel echt een heel schattig plekje hier. We zijn aangekomen bij het museum. Het lijkt echt rustig, jongens. Het is echt heel erg rustig. We zijn in het museum. We liepen net een hal binnen. We liepen er ook meteen weer uit. Ik merk gewoon echt dat wij niet de rust hebben. Mama wel, maar Senna en ik niet. Om echt lang bij zo'n museum... ja, ik weet niet. Ja, ik ga er niet kwartier aan een schilderij op naar een feest. Er staat zo'n heel bordje bij waar je dat kan lezen. Sommige vind ik echt heel interessant, maar sommige denk ik echt nee. Ik weet niet. Het zijn ook echt 100 verdiepingen hier. Het is wel vet hoor, maar... ik denk niet dat we hier heel lang gaan blijven. Ja, dan moet je s'avonds bovenaan te zetten. Maar dat wisten wij al. Ja, wij willen alleen de dino's zien. Want ik hoorde wel van vriendinnen dat die wel vet waren. Dus daar ben ik echt benieuwd naar. Ik ben trouwens benieuwd of een van jullie weet welke film hier opgenomen is bij die dino's. Want volgens mij zijn er allemaal films opgenomen. Ah, hoe heet die nou? A Night at the Museum? Is die daar opgenomen? Ik heb echt geen idee. Maar in ieder geval, hier is dus een film opgenomen. Maar we gaan even kijken, misschien staat het er ook wel bij. Zou ook best wel het museum. En we komen heel veel mensen tegen die dus naar Guus Meeuwis gaan. En net kwamen we ook weer Nederlandse jongens tegen die dus Guus Meeuwis allemaal vanavond aan optreden gaan. Wat dus in New York is. Echt grappig dat wij gewoon gaan optreden in New York. Wij hebben geen tickets ervoor, maar er zijn echt veel mensen die er naartoe gaan. Ik heb gewoon ook A Night at the Museum wel gezien, maar het is echt heel lang geleden. Heb jij die ooit gezien? Wat? A Night at the Museum, die film. Echt lang geleden. Wow, dit ding is echt groot. Niet normaal hoe groot deze dingen zijn. We gaan even kijken of we bij Shake Shack wat kunnen eten, want daar wil ik echt nog graag naartoe. Het lijkt alleen heel erg druk. Sen, is het druk hè? Dus we hebben nu de Harvest Berry Lemonade. Welke wil je? Maakt mij niet uit. Cheese fries? Ja, is goed. Of wil je goed? We hebben besteld. Ik ben echt benieuwd. Ik ga het zien. We hebben even wat kleins besteld. We hebben een limonade iets. Ik weet niet precies. En we hebben een hamburger en frietjes. We hebben eigenlijk echt nog geen honger. Maar ik wil gewoon sowieso dit proberen. Oh, het ziet er wel lekker uit. Ja. Het ziet er een beetje nep uit of zo, Sen. Vind je niet? Een beetje nep. Ik snap wat je bedoelt. Ik vind hem best wel klein voor Amerika. Ja. Ik snap wat ik bedoel. Oké. Ja? Heel lekker, wil je? Ja. En ik vind het trouwens best duur. Dit was echt al €20 of zo. Dan heb je eigenlijk voor 1 persoon. Dus ik vind het echt best wel duur. We zijn nu in de Marshalls. En ze hebben hier echt zoveel leuke spulletjes. Oh ja. Cute. En dus ook allemaal kerstdingetjes. Hoe leuk is dit, jongens? Ik krijg helemaal zin in kerst hiervan, hè? Ja. We zijn trouwens ook echt in een hele dure wijk. We waren net bij een... Moeten we naar beneden nog? We waren net, we liepen langs een huis en daar stond zo'n te koopbord bij. En dan kon je zo scannen. En dan kon je dus, ik had het echt aan jullie moeten laten zien. Maar dan kon je zo zien hoe duur het dan was. En echt jongens, wij dachten nou misschien 2 miljoen of zo. Het was zeg maar gewoon, ja, een soort rijtjeshuis zeg maar dan best wel groot. Het was dus 8 miljoen. Echt niet normaal. Sloeg helemaal nergens op, maar wel echt vet. Als je dat kan betalen, dan heb je het goed gedaan. We zijn eindelijk in Central Park. We zijn er al best wel vaak dicht in de buurt geweest, maar nog geen één keer echt erin geweest. Oh, Sen, daar staan weer paardjes allemaal. Oh, heel veel. Oh jongens, er zitten hier allemaal van die eekhoorns. Maar ik heb dus gehoord, ik weet niet of het waar is, dat die je echt aan kunnen vallen als je er te dichtbij komt. Maar echt vet. Deze is gewoon helemaal zwart daar. Ja, waar zit die? Ik ben hem kwijt. Oh ja. Wow, dit is echt vet om te zien. Oh, ze zijn best groot. Oh, ik wil niet dat hij naar mij toe komt. Ik vind het zo gek om te zien. Je hebt daarachter zeg maar allemaal die hoge gebouwen, allemaal van die wolkenkrabbers. En dan heb je hiervoor echt zo'n, gewoon een groot bos. Echt eigenlijk heel raar. Maar we gaan even een ingang zoeken. Want als het goed is, is dit dus een dierentuin. Dus we moeten even kijken, Sen. Je kan het heel moeilijk zien op camera, denk ik. Maar het slaat nergens op hoeveel eekhoorns hier zitten. Daar zit er ook weer een. Ja, daar. Daar loopt er een. Niet normaal. Maar wij gaan even een foto hier maken. Oh, Sen, daar zit ook weer zo'n zwarte. Achter het hek. Oh ja. Kijk deze hond, jongens. Dit is toch super schattig. Oeh, hij gaat achter de eekhoorn aan. Wij zijn net even bij de McDonald's naar binnen geweest. Want ik wilde dus eigenlijk een video opnemen waarbij ik dus allemaal items ging uitproberen van het menu hier uit Amerika. Maar helaas hebben ze niks van wat ik dus had opgezocht. Letterlijk, toch Senna, ze hadden 1 burger die we wilden proberen. Ja. Voor de rest hadden ze niks. Dus dat gaat hem helaas niet worden. En nu gaan we dus even naar de Wendy's, want daar ben ik ook nog nooit geweest. En lijkt me ook wel lekker. Zijn wij dit? Ja. En we zijn voor de deur afgezet bij M&M World of Store. Ik weet niet precies wat het nou is. Oh, ik heb hier zoveel zin in, jongens. Dit is echt een van de plekken waar ik per se naartoe wilde. Gewoon, eigenlijk hebben we nog best wel lang gewacht voordat we hier naartoe zijn gegaan. Maar ik vind dit zo vet. Ja, jullie willen echt niet weten hoe geweldig ik dit vind. Ik kan hier echt helemaal gelukkig van worden. Ook alles is op kleur gesorteerd. Die mokken zijn ook leuk. Ik ben deze heel grappig, ja. Oeh, zie al die smaken. Ik ben dus echt benieuwd wat jullie het lekkerst vinden. Maar hier heb je dus ook echt met pretzel, crispy. Maar ik bedoel van de normale. Dus crispy of met zo'n peanut of gewoon met alleen chocolade erin. Oh, Sen, dit is cookie crunch. Ik wil echt alles proberen. Deze zijn groot, joh. Kijk hoe groot. We hebben het gevonden, jongens. Je kan dus hier je eigen M&M's laten maken. Ik ga dit dus proberen. Ik hoop dat ik een foto kan doen van mij en Joep samen. Dat zou ik wel heel erg leuk vinden. We staan hier dus op Times Square nu. Ik ben echt benieuwd. Ja? Sen, welke foto? Ik weet het niet. Zullen we het eerst aanklikken, kijken wat je kan kiezen, zeg maar? Ja, moet je erop lopen. Wil dit of zo? Oh. Foto. Kan je niet jij foto doen? Wat is er voor onzin? Doe eens restart misschien. Oké, jongens, ik ben echt sad, maar je kan dus hier geen foto erop doen. Alleen maar plaatjes die ze dus al standaard hebben. Dus ik denk niet dat ik het ga doen, maar ik vind het echt jammer. Je hebt wel een I Love New York, die is op zich nog wel leuk, maar... Echt jammer! Oké, jongens, dit zijn de minis. Ja? Oké, het gaat echt snel. Oeh. Oh, ik schrok. We zijn bij Red Lobster, jongens. Ik ben echt benieuwd waar we gaan uitkomen. Senna heeft een tafel geregeld. Wij zijn nog steeds aan het kijken wat we willen bestellen. Die arme vrouw heeft ons niet in de vraag wat we willen. We weten het gewoon echt. We hebben... Kijk even hoeveel kaarten hier liggen, jongens. Letterlijk elke kaart is weer anders. Er staat echt... Hier. Het zijn ook gewoon... En dan daar nog. En daarachter nog. Oh ja, daar staat ook nog wat. En we hebben dus ons drankje. Ik heb iets van een... Ik weet niet. Aardbei mango margarita. En mama heeft een... Mangorita. Niet een margarita, een mangorita. Ja. En mama heeft een sangria en Senna een mojito. Nou jongens, laten we proeven. Proost! Schatten. We hebben het eten. We gaan een beetje delen. We hebben een pasta. Ziet er super lekker uit met allemaal garnalen. Dit zijn ook allemaal garnaaltjes. En een salade. Smakelijk, jongens. Hier gingen Stan en ik op pad naar de Apple Store aan de andere kant van de stad. We gingen dus iets heel leuks doen. We wilden graag voor mama een cadeautje kopen. En die had nog geen Airpods. Dus we dachten dat is wel heel erg leuk om die hier te halen. Het Apple gebouw ziet er zo gaaf uit. We waren er 's middags al langs gelopen. Maar we hadden dus helemaal niet in de gaten dat dat ook de trap naar beneden was. We hebben in ieder geval de Airpods gevonden en ze ook laten graveren met de naam van mama. We hebben hem, jongens! Goedemorgen, wij zijn weer klaargemaakt. Onze koffers zijn dicht, want we gaan helaas alweer deze kamer verlaten. Echt jammer. Ik sta ook al in mijn sportoutfitje of vliegoutfitje, hoe je het ook wil noemen. Ik wil altijd echt comfy vliegen. Maar ja, we hebben nog wel tijd om daar even in ieder geval even te ontbijten, lunchen, misschien ook even winkelen. Maar eerst even de koffers naar beneden brengen. Wij zijn weer onderweg en ik heb dus heel vaak de tip gekregen dat we naar Ellen's Stardust moeten gaan. Dat is een soort, ik weet niet, een eetentje waar mensen ook date op gaan treden. Dus ik ben heel erg benieuwd. Ik weet ook niet of dat op dit moment ook zo is. Heel veel mensen zeggen ook dat er al op de rij staat. Dus ja, is het een lange rij? Oh jongens, de rij is echt heel lang. Jongens, we zijn er! Oh, Sen! Het zit ook in mijn drinken! Oh jongens, ik hoor je allemaal met confetti en zo. Het is echt heel erg grappig hier. Dus we kunnen ook allemaal best wel goed zingen. Echt leuk! We hebben het eten. We hebben pannenkoekjes, we gaan een beetje delen. En we hebben, wat was dit ook? BLT en frietjes. Daar gaan we, jongens. En diep dus in de bak was een loodje. En toen was het tijd om met de taxi naar het vliegveld te gaan. We hebben echt een superleuke trip gehad. Het was ook heel erg vet dat je hier nog heel de skyline kon zien. Ik hoop in ieder geval dat je het leuk vond om mee te kijken met deze trip. Doe dan ook zeker even een duimpje omhoog. En vergeet ook niet om even te abonneren op mijn kanaal. En dan hoop ik je snel weer te zien.